Willem van de Iepenhikke komt ook uit de lichting van vorig jaar en is met succes doorgeschoven naar dit verrichtingstraject. Willem van de Iepenhikke is een langgelijnde hengst, heeft ruim voldoende ras en is sterk gebouwd. De hals kan iets meer lengte tonen. Willem van Iepenhikke heeft tijdens het hele traject een positieve indruk gemaakt. Hij laat zich goed bewerken en beweegt met ruim voldoende lichtvoetigheid. In de loop van het centraal onderzoek heeft hij meer lossigheid in zijn beweging ontwikkeld. De stap is taktmatig met ruim voldoende ruimte. De krachtige draf toont een goede techniek met voldoende buiging in het spronggewricht. De galop is ruim, goed gesprongen en met gedragenheid. Willem van Iepenhikke heeft een goed gebruik van het voorveen. Hij geeft zowel de ruiters als de mennes een zeer goed gevoel. Als rijpaard heeft hij veel aanleg. Voor de wagen heeft hij een goede looplust en laat zich goed bewerken. En hij kan voor de wagen meer opwaarts lopen en meer front maken. Zowel als men en als stuifpaard heeft hij dan ook ruim voldoende aanleg. Willem van Iepenhikke heeft een oude bloedenbouw met de vaders Doeke, Tjimme, Fokke en Ulrich in de moederlijn. Willem van Iepenhikke is door zijn laag verwantschap van 16,4% interessant voor de fokkerij. Hij kan namelijk een bijdrage leveren aan de intiltbestrijding en is hierdoor breed inzetbaar. Tevens kan hij de kracht, instelling en galop verbeteren. Willem van Iepenhikke wordt ingeschreven met de naam Wieboud 511.